Over 1672, het rampjaar, het hoorspel Als de nood het hoogst is. Dit hoorspel werd geschreven door Alet Schouten. Regie Johan Wolder. Feitje? Feitje, ben jij dat? Ja, mevrouw, ik ben het. Het werd tijd ook. Een ongelukkig man laten wachten. Jij denkt zeker, Klaas Houtenpoot heeft geen haast. Die kan toch nergens naartoe. Niet zo mopper, ik kom vaak genoeg. Kijk eens wat ik meebreng, een pannetje hutspot. Met de groeten van moeder. Ze komt ook nog even aan, zodra ze kan. Of anders Nanny. Hoe is het eigenlijk met je been? Doet het nog erg pijn? Niet als ik hem stil hou. Maar ik kan er niet op staan. Als een ander zijn enkel verstuit, dan heeft hij nog een tweede been over om op te hinken. Maar met een houten poot gaat dat niet. Ja, ome Klaas, ik begrijp het best. Het is allemaal erg akelig. Maar je hebt niks gebroken, zegt de chirurgijn. Dat is een hele troost. Hier, laat je hutspot niet koud worden. Ja. Een erg schrale troost. Als hij in de tussentijd niet van je plek kan komen. Terwijl hij als een zak meel zit te wachten tot de Fransen je om zeep komen helpen. Wat een onzin. We zitten hier in Drechterland en tussen ons en de Fransen ligt de hele Zuiderzee. Nou, ome Klaas, echt, nou laat je me lachen. Lach me. Lach me maar uit, lelijke meid. Ik weet het toch. De Fransen hebben nader genomen. Ze staan over Amsterdam. Vandaar steken ze in één over. En voor je het weet, komen ze bij ons over de dijk marcheren. Och, wel nee. Slaat het dan, Klaas? Doe nou niet net. Of je maar niks weet. De hoplieden uit alle dorpen zijn aan haar hoorn ontboden door de heren van de Hoge Raad. Dat betekent dat het om het vechten gaat. En dat weet jij heel goed. Want je eigen vader is hopman. Probeer het maar niet te ontkennen. Want die wat je van Cornelis is je voor geweest. Och, die vervelende deal, die moet alles weer zo nodig rond kletsen. Nou ja, daar weet je er dus alles van. Meer kan ik je niet vertellen, want vader is nog niet thuis. Oh ja, en het deal je ook al verteld van de Engelsen? Voor Pet en Den Helder ligt een grote Engelse vloot. Er zijn al duizenden Engelsen geland, beweren sommigen. Maar dat weet ik niet zeker. Mij maakt je niet aan het schrikken. Ik heb het immers al die tijd zien aankomen. Komt allemaal door de komeet. Heb ik het van de winter niet gezegd, toen die staatsster in de hemel verscheen? Dat brengt ongeluk, zei ik. En nou zie je het. Eerst de Fransen, dan mijn enkel, dan de Engelsen. Het houdt niet op. En dan verbaas je je dat Klaas Houtenpoot met zijn verstuikte enkel zich ligt op te vreten. Je moet vragen of je broer Nanning het gauw langskomt, hè? Dan kan hij mijn snap aan opzoeken. En laat hij mijn kruis meenemen. Kogels heb ik nog wel. Dan kan ik er eerst nog een paar voor een kop schieten voor ze me afslaan. Schijt om, Klaas, scheert! Hoor, dat is de omroeper. Dan krijgen we nieuws. Zet de deur open, kind. Hoort, mensen! De heren gecommitteerde raden van West-Friesland en het Noorderkwartier gelasten alleen het geweerstaande mannen zich naar Leek te begeven. Ieder zal zich morgenochtend om 9:00 voor het huis van zijn opman vervoegen. Elk zal meebrengen 100 kogels, 3 pond buskruid en voor 4 dagen mondkost. En niemand uitgezonderd. Wie niet verschijnt, wordt aan de lijve gestraft. Zegt het voor, zegt het voor. Ben niet doof. Dat betekent dat je vader terug is aan het horen. En dit is de boodschap die hij van de Hoge Heer heeft meegekregen. Alle mannen naar Leek. Maar dat kan toch niet? Onze schutters zijn er toch om ons te beschermen? Jij hebt de oproeper even goed gehoord als ik. Alle weerbare mannen gaan naar Leek. Alleen vrouwen en kinderen en hulpeloze stakkers als Klaas Houtenpoot blijven in het dorp achter. Dat kan niet. Vader laat moeder en mij en de andere kinderen niet aan ons lot over. Afgezien daarvan, het is hartje zomer. De drukste tijd voor de boerderij. Je kan al die boeren toch niet van hun werk halen. Zeitje, meid,
Loop naar je vader en vraag hem van oma Klaas of hij gek is geworden. En hoe hij zijn hoofd haalt om zulke orders aan te nemen. En dan kom je daardoor terug om het te vertellen wat er allemaal aan de hand is. Gauw, Wolle, en gauw terug, voordat ik uit mijn vel spring. Ja, oma Klaas, tot ziens. Die vader van jou, hè? Hoe haalt hij het in zijn hoofd om het zonder schutterij te laten zitten? Het hele dorp spreekt er schande van. Zal ik je wat zeggen? Ja, dag, Diel. Hé, hey, daar! Hé, hey, hopman, zo ja! We zullen je hopmannen! Dat zal de hopman wel merken! Zeetje? Hoe is het ermee? Zijtje kon niet komen. Ik heb uren op te liggen wachten. Ja, ze moest iets voor moeder doen. Die heeft geen tijd. Daarom kom ik. En ik heb ook het kruid meegebracht. Mooi. Je moet straks mijn snaphaven opzoeken. Maar vertel eerst maar eens hoe het er precies voor staat. Nou, alle mannen moeten dus naar Leek. Daar worden ze ingescheept naar Den Helder. Om de Noordzeekust te gaan verdedigen. Is het waar dat de Engelsen zijn geland? Ach, wel nee. Dat is een vals gerucht. Maar er ligt wel een hele vloot voor putten. Dat is het laatste bericht tenminste. Maar wie weet, intussen zijn ze misschien toch geland. Ja, dat zeggen ze in het dorp ook. De vrouwen lopen te schreeuwen over de straat. Maar van de mannen wil er eigenlijk ook niemand weg. Alleen als je dienst weigert, dan geldt het als muiterij. En muiters worden opgeknoopt. Nou, dan bedenk je je wel even. Wat zei je moeder ervan? Moeder was woedend dat vader met die orders thuis durfde te komen. Vader zegt dat ze hard genoeg hebben geprotesteerd, maar het was vechten tegen de bierkaai. Een hopman kan niet op tegen de heren van de Hoge Raad. Maar dat kan een vrouw niet begrijpen, zegt vader. Nou, ik wel. En ik geef die vrouw maar geen ongelijk. Alles onbeschermd achterlaten. Vertrekken de schutters, dan zit ik mooi als een zeis op een lijmstok te wachten tot ze me afmaken. Kwaad dat die vrouwen zijn. Diewertje schoot me er net nog uit voor hopmanstandje, alsof ik er wat aan kan doen. Och, Diewertje is zo gauw aangebrand. Gaat ze zelf wel weer over. Als ze een poosje flink is lopen schelden en schreeuwen, dan moet je als man niks van aantrekken. Ja, maar schreeuwen doet ze nu al niet meer. Ze begon opeens te fluisteren, die vrouwen. En moeder stuurt Zijtje rond naar Marie en Anna en Lobbeke, iedereen. En daarnet stond er al een heel stel bij elkaar achter de kerk. En onderweg naar jouw huis kwam ik Diewertje dus tegen. Die was zeker ook op weg naar die samenkomst. Kippen zonder kop. Maar wie weet wat ze allemaal van plan zijn. Het zijn rare tijden. Zoek mijn snapper maar eens, dat ik hem zo kan grijpen. En bedankt voor het kruid. Ik kan tenminste nog schieten. Wat denk je, Diel? Hebben ze het allemaal goed begrepen? Er is niks aan te begrijpen. Alle vrouwen morgen om 7 uur verzamelen voor het huis van de hopman. Je vader zal raar opkijken als hij merkt dat jouw moeder tot onze hopvrouw is uitgeroepen. Dat wordt een grote ruzie in het huis van onze deftige hopman. Moeder probeert alleen vader van groot onheil te behoeden. En de heer hopman zal merken dat we niet meer naar zijn pijpen dansen. Het gaat niet om vader. Het gaat om al onze mannen. Om de jouwe net zo goed, Diewertje. En om die van Lobbeke en Marie en Anna. Om alle mannen van alle vrouwen. We zullen eens kijken wat de hopman morgen doet als de vrouwen van het dorp voor zijn huis staan en de schutters niet doorlaten. Laat hij zijn schutters dan op ons schieten? Zoiets zal vader nooit doen. Maar Jan Thijs, de sergeant, ik denk dat die veel gevaarlijker is. Die hangt er gerust op in. Ja, dat moet hij eens proberen. Ik neem een grote koeken van mee en de lange vleesvork. Hé, hey, waar ga je naartoe? Ome Klaas, voor de nacht ga ik altijd nog even bij hem langs. En mijn bed helpen, kijken of hij alles heeft. Die zure houten poot. Altijd mopperen en klagen, nooit is het goed. Hij is zo hulpeloos als een kind in de wieg. Tot morgen, Diel. Goeienacht, meid. Moest je niet samen zweren? Samen zweren? Wat bedoel je, oom Klaas? Met z'n allen achter de kerk op een kluitje staan smoesen. Wat is dat anders dan een samenzwering? Van wie heb je dat? Van je eigen broer Nanny. Wat denken jullie eigenlijk? Dat je onzichtbaar bent? Die jongen heeft heus zijn ogen niet in zijn zak.
Wat is er uitgebroed achter de kerk? Want jullie zijn niet van plan. Ja, toch zeker? Wat moeten wij dan van plan zijn? We zijn immers maar zwakke vrouwen, oom Klaas. Je kan het Joma Klaas gerust zeggen. Ik kan het immers toch niet verder vertellen. Vannacht komt hier heus niemand meer. Toe. Toe, meid. Zeg op. Wat gaat er gebeuren? Nou, moet je horen. We hebben een vrouwenschutterij opgericht. Mijn moeder is de hoofdvrouw en ik ben haar sergeant. En morgenochtend wachten we de schutters op. Ze moeten zich toch voor het huis van de hopman melden? Nou, daar staan de vrouwen ze dan op te wachten. En we laten ze er lekker niet door. Ach, kind. Ze duwen jullie met één hand opzij. Niks hoor. Iedere vrouw moet gewapend zijn. En wie met blote handen komt, moet 6 gulden boete betalen. Dat is een hoop geld en we komen het in ook. Nee, oom Klaas, zo gemakkelijk duwen ze ons niet opzij. Die neemt haar koekenpan mee en haar grote vleesvork. Een vleesvork? Oei, dat is een gemeen wapen. En ik neem een praatspit. Wat neemt je moeder dan mee? Moeder? De sabel van de hopman natuurlijk. Ze is toch ook vrouw? Je vaders bloedeigen sabel. Kind, kind, kind. Waar ben ik blij dat ik geen vrouw en dochters heb. Wel, alle raarzonden. Het is klaar lichte dag. Ik heb er geslapen. Maar waar blijft Zijtje? Anders staat ze voor dag en dauw bij mijn bed met een kop warme pap. Dat is waar. Slaapkop dat ik ben. Het is vandaag de dag dat de opstand der vrouwen is aangebroken. Het is wel stom. Hebben ze zich misschien ook verslapen? De koeien. Natuurlijk, de koeien. Je moet eerst de koeien melken voordat je in opstand kan beginnen. Die beesten kan je niet laten wachten, hè? Zoals Klaas Houtenpoot. Daar zal je het hebben. Nou kan ik de ochtendpap helemaal wel vergeten. Er komt ook niemand om je uit je bed te helpen, Klaas. Dat zal ik het zelf maar proberen. Dat ik door de schoorsteen naar buiten was gevlogen. Nou, waarom niet? Alles staat op zijn kop vandaag. Hoe ben je hier gekomen? Helemaal bij de put? Oh, dat weet ik zelf als niet. Kruipend en schuivend. Zijtje heeft me mooi in de steek gelaten. Ik heb niks als droog brood en water gehad tot nu toe. Nou, ik heb pap bij me hoor. Moet er een Zijtje kunnen niet komen. Vertel op. Wat voeren ze uit? Nou,
Eerst hebben ze met alle andere vrouwen voor onze huisdeur gestaan. Vader zat binnen. Die lieten ze er niet uit. De schutters stonden voor het huis en die lieten ze er niet in. Nou, het was een mooi feest hoor. Roepen en schreeuwen over en weer. Och, veel geschreeuw en weinig vol. Dat heb je met vrouwen. Voor je het weet zijn ze weer poeslief. Vergeet dat maar. Ze waren zo wild als kat in de maneschijn. En lieten die kerels dat over hun kant gaan. Ach wat, de helft van de mannen was niet eens op komen dagen. Toch hebben die vrouwen wel gelijk. Om deze tijd heeft een boer toch wel wat anders te doen dan soldaatjes spelen. Denk je vader er ook zo over? Ja, natuurlijk. Maar in Hoorn is hem met zulke zware straf gedreigd dat hij er niet onderuit kon. Niet dat iedereen op hem te schelden, maar ze vergeten dat hij tussen twee vuren zit. Daar had moeder ook wel eens aan mogen denken. Maar ja, het is nou te laat. Je maakt me toch niet wijs dat de schutters zijn afgedropen als geslagen honden met de staart tussen de benen. Ik hoef alleen maar aan een man als Jan Thijs te denken. Jan Thijs is gek. Die wil op onze eigen vrouwen gaan schieten. Toen zei Cornelis van Diel, Jan Thijs, mijn roer is geladen en er staat een kogel op. Wie die raakt zal het voelen. En een ander zei, en op mijn roer staan er twee. Wie dat voelt zal het niet navertellen. Jan Thijs begon ze uit te schelden voor lafbekken. Maar toen stak Diel haar vleeswoord in zijn jas. Toen zei hij niks meer, want hij dacht even dat hij dood ging, geloof ik. En hoe ging het verder? Ah, eigenlijk gebeurde er niks meer. Het was opeens afgelopen. Vader is weer naar Hoorn om te vertellen dat ze niet willen. Maar de vrouwen staan er nog wel hoor. Om te laten zien dat het echt menig is, schreeuwen ze nog wat. Maar ze lieten mij dan niet toch door met de pap. Want eerst mocht ik ook niet naar buiten. Alle jongens boven de 12 rekenen zelfs mannen. Och, wat een tijden beleven we toch. En allemaal door die komeet. Het ongeluk dat zo'n ding toch eens een staart voert. Nou, u het zegt. Er is nog iets wonderlijks aan de hand. Oh ja? De zee is in de war. Zoek is helemaal niet op komende dagen. Zomaar plotseling weggebleven. Het is al 12 uur eb. En dat vertel je me nu pas. Dat is weer een teken. Een bovennatuurlijk verschijnsel. Ach, dit wordt het einde. Voor je het weet zijn nu ook de Engels hier. Zo dadelijk lopen ze met z'n duizenden hier binnen met geweren en snaphanen. Breng me naar huis, Nanning. Niets kan me meer redden. Een hulpeloos vlak als ik, eenzaam en verlaten door vrienden en verwanten. Ja, kom maar gauw mee naar binnen, hoor Klaas. Het weer wordt er anders niet beter op. Het begint opeens te waaien, we krijgen een bui. Oh, domme sukkel, een bui. Wind die zo plotseling opsteekt. Ebbe die zo lang aanhoudt. Dat is het begin van het einde. Dat wordt noodweer, zware storm. Misschien houden de Engelsen wel tegen. Sport niet met de macht van de elementen, jongen. Een storm als deze komt om de Engelsen voor zich uit te blazen. Dat ze des te eerder op ons neerkomen als een zwerm springhanen die ons land kon kaalvreten, zodra ze ons allemaal hebben omgebracht. Ah, kijk nou toch. Kijk nou, mijn pap is helemaal koud geworden. Ook dat nog. Kom nou maar mee. Ja. Nou, arme man. Ik hou je wel opbrengen. Voorzichtig maar. Wat staat al half van het water, zei je? Wil je om een Klaas direct horen klagen? Ach, wil laten klagen. Zijn huis staat er toch nog. En het dak zit er ook nog op, zou te zien. Niks aan de hand, geen enkele reden om door dat hondenweer te gaan. Hij heeft genoeg brood in huis, zodat hij niet kan verhongeren. Dag, oma Klaas. Dag, oma Klaas. Zo, leven jullie nog? Ja hoor, wij zijn er weer goed afgekomen. Ja, wij wel, maar bij Diel is de koeienschuur vannacht de lucht ingegaan. En de wieken van de molen liggen 6 weilanden verder. Nou, en wat had ik je gezegd? Onheil en ongeluk in overvloed. Heb je wat van je vader gehoord? Of zit hij in Hoorn, in het cachot? Nee hoor, dat kon me niet juist vertellen. Vader is gisteravond nog thuisgekomen. Hij werd bijna van de dijk afgeblazen. Maar hij wilde ons niet in angst laten zitten. Maar hij zit wel natuurlijk met een onbetaalbare boete in zijn maag. Geen cachot en geen boete. In Hoorn zeiden ze tegen vader, was je met je manschap gekomen, dan was het goed geweest. Maar nu je niet komt, is het ook goed. En vader kon naar huis. Maar hoe is het dan mogelijk? Waar blijft het gezag? Haha, het gezag kon er niet tegenop. In alle dorpen in de omgeving hebben de vrouwen de schutters tegengehouden. In Leek waren ze ook op de been. Er is geen schip uitgevaren. Dus de schutterij van het dorp is op de oude sterkte.
Daar staat je vader met zijn mannen nu zeker op wacht om de Engelsen straks af te slaan. Het echte onheil zat immers nog te komen. Prijs de dag niet voordat het avond is, Nanning. Och, aan de Engelsen denkt niemand meer, geloof ik. Iedereen heeft het te druk met ingestorte daken en weggelopen koeien. Dat is ook verschrikkelijk weer. Daar komt geen Engelsman door. De storm is gaan liggen. Het regent alleen nog maar. Nu kun je ze elk ogenblik verwachten. Misschien waren ze gisteren al een eind onderweg toen het bos lag. Oh, omgekeerd, kijk! Je kruiszak ligt in de brug. Kletsnat. Oh, daar weet je dat al. Eerst beweer je dat ik er goed afgekomen ben, dan ligt mijn kruis in het water. Hoor je dat? Paardenhoeven, paardenvolk, daar komen de Engelsen. Stil eens, wacht eens. Het is maar één paard, ik ga wel kijken. Nee, laat hier! Vertoon je niet, dan val je dood. Hoe moet ik nu naar huis? Als het dorp vol Engels is, hoe kom ik dan thuis? Naar huis? Wel ja, en mij hulpeloos aan mijn lot overlaten. Zo is de jeugd tegenwoordig. Weglopen zodra je gevaar dreigt. Eerst Nanning en nou jij. Nanning is niet weggelopen. Nanning is heel moedig. Doe wat, meid. Die held is al lang achter het riet gedoken. Wat dacht jij nou? Nanning, ik heb... Nee, dus dat is niet waar. Nanning is... Ik hoor niet. Moet je horen, Wiel zegt... Hou je mond, Nanning, ik vertel. Ik heb het toch zeker het eerst gehoord. De Engelsen. Nanning, hebben ze hier niet gedaan? Ja, de Engelsen. Zie je nou wel? Nee, dat paard. Hou je mond, Nanning. En iedereen houdt zijn mond. Ik vertel. Op dat paard zat een man. Hij was in Hoorn geweest en nou ging hij door naar Enkhuizen. Hij had bericht uit Pekken. Mens, schiet op. Hoe ver zijn de Engelsen? De Engelsen zijn... Laat mij nou toch. Nou, voor Pekken lagen de Engelse schepen te wachten tot het vloed werd. Allemaal op een rij. Klaar om te landen zodra het water hoog genoeg was. Maar gisteren kwam de vloed immers niet. Het bleef 12 uur eb. En de Engelsen konden niet aan wal komen. Toen eindelijk de vloed toch opkwam, brak tegelijk die storm los. Och, een zware west-noordwester, recht uit zee pal op de kust. Het moet daar verschrikkelijk geweest zijn. Veel erger dan bij ons, zei die ruiter. Nou en? Kom nou eens met die Engelsen over de brug. De Engelse vloot is vergaan. De Engelsen komen niet over, Klaas. Ze zijn verdronken. Op het strand van Petten zijn honderden doden aangespoeld, zei de ruiter. Dat is een verdiende loon. Hou je gemak, Nanning. Zo praat je niet over verdronken zeelieden. Daar komen ze je s'nachts bezoeken. Met zeevier in hun haren. Ome Klaas, doe niet zo afschuwelijk. Maar voor ons is het een redding. Wonderbaarlijk, mag ik wel zeggen. Ja, dat klopt natuurlijk. Dat komt nou allemaal door de komeet. Ja, de komeet van ome Klaas. Leven de komeet! Ja, leven de komeet van ome Klaas. Dit hoorspel werd geschreven door Alet Schouten. Regie Johan Wolder.